Basiself heeft alles te maken natuurlijk met de blessure van Onana en de gele kaart van Le Poix. Nog eens kijken naar de opstelling. Dus Dimitri Mohamed, die komt in de plaats van... Voorzet. Uiteindelijk weggekopt door Mohamed, opgepikt door Lamkazé. Neemt hem goed uit de lucht tegen de paal. Prima, dat balgevoel van DJ Lamkazé uit de lucht komen. Dan gefocust, neemt hem perfect op de slof. Wat scheelt als hij daar centraal wordt aangespeeld. Bal bijhouden, is hem zelden of nooit kwijt. Rafaelov, mooi paasje tot bij Onglad. Dit is weer uitstekend gespeeld. Boeta op snelheid, daar is Bocani en die scoort. Prachtige aanval van Antwerpen, zo de verdiende voorsprong. Ze hadden het 10 minuten wat lastiger. Moeilijk is het verkeerde woord, maar een beetje lastiger om tot kansen te komen. Maar één keer de turbo aangaat, is het meteen raak voor Antwerpen. En zo de 9e van het seizoen. Bocani geen buitenspel. En dan weet hij van dichtbij te scoren. Hij heeft dan eigenlijk meer moeite met het net dan met het doelpunt maken. Kijk hier. Le Marchand. Oei, minder controle. Hij moet dan gaan ingrijpen. Dat wordt een kaart voor Le Marchand. Voet vooruit. Te laat. Hij wil dan herstellen. Een onschuldige bal. En dan Arbaoui kronkelt daar op het veld. Geel voor Le Marchand. Kijk hier. Wil dan herstellen. Hij heeft eerst de bal. Dat is een geluk. Als hij de bal daar mist, dan is het altijd rood. Speelt daar de eerste bal. Nou, de Laat probeert nog te bemiddelen. Kan zich toch niet wegtoveren. De VAR. Ja, de gele kaart wordt kwijtgescholden. Dan weet u wat er gebeurt. Rood voor Le Marchand. Met nog 50 minuten te gaan. Antwerp met zijn 10e verder. De Laat. Lange bal richting Lamkazé. Agouzoul heeft er last mee. Lamkazé kan die bal nog oppikken. Koffi ver uit zijn doel. Maar doet het wel goed. Bal afleggen naar Bocani en de 0-2. Geweldig uitgevoerd en afgemaakt door Antwerp. Lamkazé blijft rustig. Weet dat de Bocani wel zal komen. En dan een open goal voor de Congolees. Zijn tweede van de avond. Legt hem dan perfect af. En Dieu merci aan Bocani met zijn 10e van het seizoen. En op die manier Antwerp toch wat meer gerustgesteld. Nu met zijn 10e. Nu toch wel die comfortabele voorsprong. Je moet eens wel opletten. Nolinga niet zomaar vrij laten. Batubisika snel terug. En dan Nolinga. Oh, oh, wat een goal. Vlak na de 0-2 is het 1-2. Eerste schot op doel van Mouskroen. Wat voor een schot. Batubisika liet daar Nolinga helemaal alleen. Hier. Wat gebeurt daar? Olinga die kan er makkelijk inschuiven. En dan ja, werkt hij uitstekend af. Batubisika niet opgevangen, niet door Ongla. Batubisika die had alleen... Ongla. Rafaelov meteen indribbelen. Goeie bal richting Sek. Die kan scoren, jawel! Abdoulaye Sek, korte hoek. Eerst leek Koffie hem nog te pakken, maar hij zorgt dan toch voor de 1-3. Prima bal van Leo Rafaelov. Sek torent daar boven zijn verdediger uit. En neemt dan Koffie te grazen. En zo toch weer die comfortabele voorsprong voor Antwerpen. De vraag, moet Koffie die bal dan niet hebben? Ja, die kijkt naar Onglad. Die komt daar inlopen. Vermoedt allicht de paas van Sek. Toch al hoekschop nummer 7 in de tweede helft. En dan is daar deze keer wel Agouzoul. En de redding van de Wolf. Moeilijk te zien of de Laat hij nog geraakt of niet. Dan hier de kopbal, niet van Agouzoul, maar wel van Arbaoui. Skroen nu met zijn drieën achterin. Waarom daar vier man houden, als ze toch niet voorin komen. Shadas gaat even trappen, nog even aangeraakt. De misser van Harlem Gloré. De Wolf ging vol naar de hoek. Opnieuw een hoekschop, de zoveelste nu toch voor Mouskroen. Indraaiende bal met Chirani. Eerste paal verlengd door Da Costa. En dan de goal van Andy Arbaoui. Zijn eerste van het seizoen. En hij weet, kom jongens, tempo maken. Nog 2,5 minuut en de toegevoegde tijd. Hij tevreden. Het is niet dat het onverdiend, niet onverdiend is. Noodgedwongen moest laten komen. En uiteindelijk op hoekschop, nummer 11. Wordt hij doorgekopt door Da Costa en dan... Verstraten toch nog maar eens een keertje naar Lamkazé. De 5 minuten toegevoegde tijd zitten erop. En dan maakt Bolterberg een einde. Antwerp is zeker van de play-off 1.
Het was op het einde nog Weber, maar wel een verdiende overwinning.